Oké, goedemiddag allemaal. Mijn laatste talk is aan het opnemen. Het gaat nu vrij snel met het internet, dus ik ben heel blij. En het is natuurlijk ook een tijd waarin je heel veel dingen wil zeggen, want de wereld is zo turbulent. En tegelijkertijd is het zo fascinerend om nu te leven. En dat kun je natuurlijk vooral als je een beetje boven het gekrakeel uit kan blijven en met je observeerder kunt toekijken, zonder je erin te mengen, zonder je helemaal te laten overroelen door wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal gedeeld wordt. En dat kan, want er zijn allerlei middelen waardoor je dat kan en je kunt jezelf daardoor helpen door bepaalde inzichten. Nou, door het boek van Maarten Overseer, wat mij nog steeds enorm fascineert, ik heb het bijna uit, heb ik weer inzichten gekregen die ik ergens al wel had, maar die versterkt zijn en waarvan ik denk, ja, dit is dus gewoon het antwoord. Moet ik eerst zeggen, wat er vanmorgen eigenlijk gebeurde, ik had een stuk gelezen, eerst heeft hij heel veel inleidende stukken, wel met voorbeelden, en daarna heeft hij een heleboel hoofdstukken over oorlogen. Wat de impact is geweest op oorlogen in menselijke levens, in onze voorouders. Maar stel je nou eens voor dat je zelf je voorouder was. Hè, die gedachte moet je heel erg serieus nemen. En het tweede deel hoofdstukken gaat bijna allemaal over de impact van religies. Alle religies, wat dan ook. Alles waarin iets bepaalt voor jou wat je moet denken. En dan de laatste hoofdstukken gaan over vallen, kuilen en misleidingen en over de derde, vierde en de vijfde dimensie. En dat is ook wel heel leuk, want dat is een stuk waar ik het ook over wil hebben. En dan gaat er nog een stuk over de hele coronatoestand. Dat waar we nu net uitkomen, die 2 jaar van allerlei zaken die gebeurden. En als je natuurlijk door een andere bril kunt kijken dan die van angst of dan die van veroordeling, dan heb je een hele grote stap gewonnen. Nou, eerst even terug naar wat er vanmorgen gebeurde. Ik had dus die dingen gelezen en ik voelde meteen, we hadden slecht geslapen. We hadden gisteravond iets gegeten met schorseneren. En dan mag je er niet te veel van eten blijken, want dan krijg je dus een enorme darmprobleem. Enfin, maakt niet uit. Daardoor waren we een beetje gammelwakker geworden, dus we lagen nog even in bed te lezen. Maar ik had wel plannen, ik moest een nieuwe bankkaart ophalen en al dat soort dingen. Gewoon taai ongerief. En ik had helemaal niet zo'n zin om op te staan, dus ik begon in het boek te lezen. En op een bepaald moment kwam mijn lief weer terug, die was een tijdje uit bed geweest, die kwam weer terug. Poezen erbij, heel gezellig. En we beginnen zo te praten over wat ik allemaal aan het lezen ben en opeens zeg ik, oh my god, ik krijg ineens een antwoord binnen. Ik weet niet of jullie nog herinneren mijn gesprek bij de opstap, bij Inge. Ik moet Inge heel dankbaar zijn. Vanmorgen ook gerealiseerd. Daar ben ik ook. Dat het eerste gesprek was gewoon algemeen. Het tweede gesprek ging volledig over Atlantis. En het derde gesprek ging daar eigenlijk ook over. Er waren 3 opstapgesprekken. En toen heb ik ook nog in een van de gesprekken na de opstapgesprekken zelf een talk gehouden over alle dingen die niet aan bod waren gekomen over Atlantis. Want jullie weten nog dat ik dus een droom kreeg en dat die droom werd bevestigd door diverse mensen om me heen, zodat ik er niet meer onderuit kon komen. En de boodschap eigenlijk was, in die zin ben ik niet beter dan wie dan ook van jullie, dat ik dus iets heb gedaan in Atlantis, misschien wel meerdere levens, maar eentje zeer zeker, want dat leven heb ik gezien, terug kunnen zien, dat ik daar iets heb gedaan, wat dus heel fout was. En ik heb daar samengewerkt met meneer die nu ook heel actief is in het totaal van de cyborgmens, de cyborgmens. En dat is dus meneer Ray Kurzweil, zoek hem maar op. En ik heb daar een paar hele sterke ervaringen mee gehad, energetisch gezien. Hè, dat voordat ik wist dat ik ooit een rol, dat ik iets met Atlantis had, behalve dat ik het altijd wel een romantisch idee vond, Atlantis, als kind al, als tiener. Doordat iemand een stuk voorlas wat ze had geschreven waarin deze man een rol speelde, kreeg ik het gevoel dat er een, alsof er iemand over je graf loopt. Die uitdrukking ken je misschien wel. Heel negatief kippenvel.
Zo heel akelig, horrorgevoel. Maar ik wist niet waarom. Ik had geen idee. Ik dacht dat het verhaal is gewoon. Moet ik niet lezen. Dat ook, maar... En pas, dat was in 2011. En pas afgelopen zomer, 2021, dus 10 jaar later, ontdek ik dat deze naam die daar genoemd werd, dat die trigger was voor mij. Dat was een trigger, want dat had alles te maken met Atlantis. Want deze man, dat heb ik dus teruggezien, was mijn partner in een leven toen. En hij was hoofd van zo'n laboratorium die dezelfde soort dingen doen als heel veel laboratoria de afgelopen jaren hebben gedaan. En misschien wel nog doen, hoewel er nu een aantal weggeknald zijn in een bepaald gebied. Daar mogen we misschien wel blij om zijn. In ieder geval was ik toen fout. Ik was niet zozeer fout in dat ik het zelf allemaal uitvond, maar ik werkte eraan mee. En ik wist dat het fout was en ik keek ervan weg. Ik heb niets gedaan. Dus ik kreeg de boodschap in mijn droom dat ik hier nu ben om dat recht te zetten. En vanaf het moment dat ik die droom had gehad en dat ik bij dat medium ben geweest en op verschillende manieren met mijn gids erover gesproken, hield het me bezig van wat moet ik doen? Wat moet ik nou rechtzetten? Ik kan toch moeilijk even naar Amerika reizen om die meneer aan te spreken en te zeggen, hé joh, wij hebben samen ooit toen, ik denk dat hij me heel erg uitlacht. Want ik denk dat er een heel grote verschil is tussen ons tweeën nu. Toen konden we met elkaar communiceren en toen begrepen we elkaar. Ik denk dat hij mij nu niet zou begrijpen. Ik ben dus om te gaan kunnen doen wat ik zou moeten doen. Op advies van mijn gidsen ben ik een occulte cursus gaan volgen. Witte magie. Maar goed, ik ben heel de tijd dat ik die cursus volg. Ja, ik ben er heel oprecht in. Heb ik een heel onbehagelijk gevoel. Het gaat niet weg. Het is soms een beetje minder. Er zijn dingen die mooi zijn erin. En toch dat diepe gevoel van onbehagen. Maar ik denk de hele tijd dat komt omdat dat zoveel verbinding heeft met dingen die ik eerder heb gedaan. En die niet goed waren. Dus dat zou heel goed kunnen. Ik ben daar nog niet helemaal achter. Het bijzondere is dat ik dus al heel de tijd denk, nu al 3/4 jaar. Want de droom was vorig jaar augustus, denk ik. Augustus. Ik denk al 3/4 jaar van, wat moet ik nou doen? Wanneer komt mijn opdracht? En dat medium had gezegd, deze meneer hier in Frankrijk, die had gezegd, je hoeft niks te doen, het komt vanzelf op je pad. Het komt vanzelf op je pad. Toen hij dat zei, deed ik nog niet deze talks. En ik heb dus nooit gedacht dat het was. Maar vanmorgen las ik het stuk in het hoofdstuk 40 van het boek van Maarten Overzier, hier. En dat gaat over de 3e, 4e en 5e dimensie. En in dat stuk vertelt hij een heel verhaal over een stukje eerst over iemand die op een wetenschapper die op expeditie is bij een groep shamanen. Ergens in een heel afgelegen gebergte, in het Altai-gebergte. En omdat hij zoveel spirituele ervaringen heeft, die wetenschapper, maakt hij elke avond een blog op zijn laptop. En die shamanen die zitten te kijken naar dat bijzonder apparaat van hem, wat licht geeft en waar allemaal die dingetjes op heen en weer springen. En dan die vragen, wat doet u daar? Wat is dat voor een ding? En dan zegt die man, ja, daarmee kan, zegt die wetenschapper, heel trots. Zo van, ja, wij, moderne ontwikkelde westerlingen, wij kunnen met dit apparaat connectie maken met iedereen over de hele wereld. En hij is er heel trots op, zo van, jullie zijn toch een beetje achterlijke mensen. En dit kunnen jullie niet, maar wij hebben dit dus. En die sjamaan kijkt hem zo eens aan en die zegt, goh, hebben jullie daar zulke apparaten voor nodig? Wij kunnen dat zonder. Zegt hij niet, maar dat voel je. En dan gaat dat hoofdstuk verder, dat er eigenlijk dus een... Wij hebben dus al die mogelijkheden, we hebben zo mogelijkheden tot telepathie, tot remote viewing, tot communiceren met iedereen over de hele wereld zonder apparaten. Maar dat doen we niet, we hebben ons afgelopen tientallen jaar langzamerhand in een artificieel netwerk laten trekken. En we zien dat nu aan onze kinderen. We zien het aan de kinderen, de jeugd, die vanmiddag was, we moesten vanmorgen in het stadje zijn en er was... We waren bij een zebra en daar was een meisje die half op de
op de tablet aan het tikken was, op de tablet aan het tikken en aan het oversteken. En nou, dan denk je, het was een hele drukke weg waar ze aan het oversteken was. En ondertussen was ze met dat ding bezig. En eigenlijk is dat typerend voor de wereld waar we nu in zitten. Dat er is een enorm, en misschien is dat wel een ding, wat ontzettend weinig mensen werkelijk beseffen, dat dat hele netwerk, waar we allemaal natuurlijk, ik ook, mee bezig zijn, dat dat ons weghaalt, en heel veel mensen hebben het al door, en dat dat ook de bedoeling is, dat dat ons weghaalt van wat we werkelijk zijn en kunnen. Wij hebben dat allemaal niet nodig namelijk. Wij kunnen, ik heb genoeg verhalen, ik kan dus echt communiceren met iedereen, zonder dat ik dat nodig heb. Ik hoef niet in paniek te raken als het hele netwerk uitvalt, want ik kan nog steeds met jullie allemaal communiceren. Reken maar van yes. Als dat gebeurt, dan zend ik gewoon boodschappen. En die kunnen jullie allemaal ontvangen. Stel je maar open en je krijgt ze. En eigenlijk is dat hetgene wat we dus allemaal mogen leren. En toen besefte ik opeens, toen ik dit allemaal las, dat hele hoofdstuk. Hè, dus dat we dat de mensen dus helemaal gebonden zijn aan dat stuk. En daarmee dus de pad naar zichzelf kwijtraken. Toen in Atlantis werden dezelfde dingen gedaan. Er werd met DNA gerommeld, met ons genetisch materiaal. Er werden dingen ontwikkeld waarmee we de hele wereld konden opblazen, net zoals dat nu zo is. Hè, kijk nu eens even rond in de wereld. Er was geen geld voor de zorg. Maar hoeveel miljarden zijn er nu al niet even in wapens, aan wapens toegezegd? De afgelopen dagen alleen al. Is dat niet de wereld op zijn kop? Moet je dan geen vragen gaan stellen? Dus er wordt heel veel energie gestoken in die dingen die heel erg allemaal samenhangen met dat ons afhouden van wie we werkelijk zijn en wat we werkelijk zouden kunnen. En ons vastmaken aan een artificieel ding die het allemaal voor ons gaat doen, maar ook macht over ons krijgt. En omdat ik toen meewerkte aan dat gebeuren en toen een iemand was die wegkeek en die dus niet opkwam voor datgene wat ik natuurlijk eigenlijk wel wist ook toen. Ik wist dat eigenlijk wel. Alleen ik negeerde het. Ik keek weg. Weet ik nu dat wat ik nu doe door op dit, met dit middel, met deze talks en de meditaties, leer ik jullie datgene wat de tegenhanger is van dit artificiële net. Ik leer jullie zelf contact te maken in je eigen hart, om je eigen internet, maar dan het energetische internet waar we allemaal ook op aangesloten zijn, om dat te openen en te ontwikkelen. Ik leer jullie door de meditaties om contact te maken met je overleden dierbaren, met je dieren, met misschien mensen met wie je eigenlijk in het fysieke geen contact durft, maar wel zou willen hebben, of met wie je dingen wil oplossen. Dus eigenlijk ben ik de tegenpool aan het doen van wat ik daar fout heb gedaan. Ik doe nu de tegenhanger. Dus ik dacht opeens, ik doe mijn opdracht. Ik weet het nu, ik hoef niet verder te zoeken. Ik doe het. Dit is wat ik moet doen. En dat gaf zo'n goed gevoel. Ik werd meteen energiek. Mijn maag-darmproblemen waren helemaal over. Ik was in de moed om meteen die nieuwe talk te maken. En dat is dus één stukje. Dus dat is het ene. Het volgende stukje is dat ik het nu wil hebben met jullie over dat wat je nu ziet gebeuren. Eerst was het dus die hele corona-toestand, waarin enorme verdeeldheid is ontstaan tussen de mensen die. Dus mensen namen allemaal posities in. Niet twee posities, maar er zijn wel 8 of 10 posities die ingenomen werden. En datzelfde zie je nu gebeuren met deze toestand in dat land met een U of met een Oer. Dat hangt er vanaf waar je woont. Oekraïne en het land van de beer. Het gebeurt precies hetzelfde. Mensen nemen allemaal posities in. En je bent voor of je bent tegen. Je bent een beetje kritisch of je bent heel erg kritisch. Je bent een volger van de overheid of je bent het juist niet. Je bent in het hele de pandemie was je bijvoorbeeld een arts of verpleegkundige. En je stelde je vragen en je wilde niet volgen. Of juist wel. En het zijn allemaal verschillende posities die mensen kozen. En wat wij nu heel de tijd denken,
En daarom veroordelen we andere mensen ook. Wij denken eigenlijk dat iedereen vanuit zijn vrije wil kiest. Maar is dat zo? Is dat echt zo? Ik geloof dat er een vrije wil is, maar ik denk dat die veel kleiner is. Inmiddels denk ik dat die veel kleiner is dan wat we allemaal denken. Ik denk dat die vrije wil groter is naarmate je heler bent. Als je geheeld bent, is die vrije wil enorm. Als je niet heel bent, heb je bijna geen vrije wil. Dat is een hele boude stelling. En mensen die hem kunnen weerleggen, mogen dat proberen hoor. En waarom denk ik dat? Omdat ik ben erg gegrepen door dat boek van Maarten Overzier. En ik vind nog steeds dat het gedeeltelijk heel fijn leest en gedeeltelijk ook niet. Maar dat maakt niet uit. Ik breng die dingen gewoon voor het voetlicht voor jullie. En ik zal het nu alleen over het oorlogstuk hebben. En dan met betrekking tot hoe... Of misschien neem ik die andere er ook wel bij. De religies, maakt niet uit eigenlijk. Wat er natuurlijk is gebeurd, alleen al als je kijkt naar oorlogen die geweest zijn, dan lees ik in die verhalen van Maarten, die dus allemaal komen van mensen die een onder lichte hypnose heeft gehad en die dus in hun regressie zijn gegaan en die dus in die regressie in staat waren om bijvoorbeeld in het leven van een moeder of een vader of een grootouder of een overgrootouder of een kind wat toen is overleden. Daar kunnen ze allemaal in en ze kunnen allemaal voelen wat daar toen gebeurd is. En het bijzondere is, wat je dan ziet, is dat zo'n persoon komt bijvoorbeeld met een enorme klacht naar Maarten. Een fysieke klacht of een emotionele klacht of een relationele klacht, dat kan allemaal. En die gaat dan terug eerst in het leven van de ouders en dan terug in de grootouders. En dan kom je de dingen op het spoor die geleid hebben tot de klachten die er vandaag zijn. Maar wat je ook op het spoor komt heel vaak, is dat die persoon die hier nu is, heel, heel vaak de dochter van is, van toen. Of het kleinkind van die oma, maar dat het in dat leven die oma was. Of die moeder van die oma. Of dat overleden kindje van die oma. En dat het nu terugkomt. Maar ook vaak dat die persoon van nu in dat eerdere leven iets heeft gedaan wat helemaal uit balans is gebracht. En dat hij nu in dit leven terugkomt om dat in balans te brengen. En heel vaak is het zo dat je, en dat is ook wel wat je in de boeken van Thea Terlouw kunt lezen, dat je als je iets uit balans hebt gebracht, dan kom je in je volgende leven. En dat wordt gekozen door jou, door je ziel. Dat zei ik ook al in mijn vorige talk. En dat is heel belangrijk om te beseffen. Niemand dwingt jou om deze ouders te kiezen. Het is niet dat andere mensen dat voor je doen. Dat doe je echt zelf. Als ziel ben je namelijk heel streng voor jezelf. Dat is ook wat ik uit de boeken van Dolores Cannon weet. Er is niet een of andere rechter die zegt, en nu ga jij in dat leven. Nee, er zijn gidsen en engelen die jou begeleiden en die jou meehelpen kijken naar de geschiedenis van je levens en die je misschien wel lichte adviezen geven. Maar jij kiest, jouw ziel kiest, en soms kiest jouw ziel om te veel op zijn bord te nemen of iets te moeilijk. Maar die wil zoveel mogelijk opruimen, die wil zoveel mogelijk oplossen. En de zielen wilden dit vooral voor deze periode. Want ze voelden allemaal aan, ze zagen namelijk allemaal de impact van deze transformatie tijd, van deze eindtijd en de kansen die dat biedt. Maar tegelijkertijd zijn natuurlijk kansen hebben ook altijd, dat is de positieve kant van crisissen. Aan die kansen zitten dus ook allerlei crisismogelijkheden vast en die krijg je er natuurlijk bij. En het is vaak door de crisis dat je de kans gaat zien. Dus nu is het vaak zo dat als jij nu in een situatie bent die heel onaangenaam is en die heel onplezierig is, dan kan dat gewoon zijn dat jij zelf in een voorgaande rol als voorouder, hè, als stel dat het in jouw familie gebeurt, dit zelf hebt gedaan en dat je nu, toen was je de dader en nu zit je in de rol van het slachtoffer. Er is namelijk een voortdurende wisseling. Dader, slachtoffer, dader, slachtoffer. Want je wil steeds als ziel ervaren hoe het was
om dat te ondergaan. En dat is ook met de bedoeling dat je zult leren dat je zoiets nooit iemand wil aandoen. En dat kun je eigenlijk alleen maar door de ervaring zelf te hebben. Een ander inzicht wat ik trouwens kreeg en wat eventjes losstaat van wat ik nu vertel, wat ik even tussen parentheses zet, tussen haakjes, heet dat, even tussen haakjes. Dat is dat ik door deze inzicht de afgelopen week ook helemaal besefte dat mijn leven, wat eigenlijk erg turbulent is geweest. Ik ben zo vaak verhuisd. Ik denk dat ik in totaal wel 30 keer verhuisd ben of zo. 30 verschillende plaatsen gewoond. Een ding wat mijn dochter me best wel kwalijk nam. Want we konden nooit ergens wortelen. Ik heb ook in allerlei omstandigheden gewoond. En ik heb ook verschillende relaties gehad. Sommige langer durend dan andere. En in die relaties waren altijd crisissen en kansen. Er wordt natuurlijk over zulke dingen ook door de buitenwereld nogal hard geoordeeld. Zo van, dat is iemand die kan geen relaties houden. En die, er worden allerlei etiketten op die mensen geplakt. Ook op mij uiteraard, want zeker door mensen die zelf wel levenslang bij de een en dezelfde partner zijn. Die menen dat ze het recht hebben om over jou te oordelen. Dat is natuurlijk heel boeiend. Natuurlijk is dat allemaal oppervlakte, buitenkant. Want ik heb me dat ook heel vaak afgevraagd. Van waarom is dat zo? Ben ik niet in staat om een relatie aan te gaan? Maar nu weet ik dat omdat ik zoveel in zoveel situaties ben geweest. En zoveel verschillende conflicten heb meegemaakt. En zoveel verschillende oplossingen. En zoveel verschillende mensen met andere conflicten. Zoals in de psychiatrie. En in de zorg voor de verstandelijk gehandicapten. Maar ook in de overheid. En bij het bedrijfsleven. En noem het maar op. Overal heb ik, en ook in al die relaties met al die verschillende mensen die mij allemaal heel veel hebben geleerd. Allemaal, hè. Dus de partners, ook al heb ik de relatie verbroken, ben ik van ze gescheiden of van ze weggegaan. Ze hebben me allemaal heel veel bagage meegegeven die ik nu nodig heb. Die ik nu allemaal kan toepassen. Dus ik ben al die mensen heel erg dankbaar. Leermeesters in de verschillende gezondheidszorginstituten, de verstandelijk gehandicapten, de psychiatrische patiënten, de collega's, de mensen bij alle bedrijven en de overheid en natuurlijk al die partners en hun familieleden die mij allemaal stukjes hebben meegegeven, stukjes wijsheid, stukjes kennis, stukjes ervaring, stukjes verdriet, stukjes pijn. En mijn rugzak is heel erg gevuld. Maar ik heb er ook een soort, het is wel een soort kast met allemaal laadjes die ik zo kan opentrekken als ik iets nodig heb. Ik heb wat dat betreft ook een heel erg goed fotografisch geheugen, dus ik weet gewoon in welk laadje het zit. Dus als ik het nodig heb, kan ik het meestal direct tevoorschijn halen. Dat is dus ook heel bijzonder. Je mag dus jezelf niet veroordelen om dat soort dingen. En als andere mensen zo'n oordeel over je hebben, laat het aan je voorbij gaan, want het is echt anders. Het meest, ook hierin, is niets is wat het lijkt. En langzamerhand, omdat ook op alle vlakken gaan de lagen eraf. Hè? De toedekkende lagen, de oordelen, de misvattingen. En ook bij onszelf komt er bloot te liggen waar dingen werkelijk om waren. Wat de dingen werkelijk zijn. En dat is natuurlijk, het gaat over dit soort dingen. Maar het gaat ook over die vorige levens. Dus langzamerhand kunnen we steeds beter zien wat we allemaal meegenomen hebben aan bagage naar dit leven. Met de bedoeling, dus onze ziel heeft dat gekozen om dat te gaan oplossen. En een van de dingen die daaraan vastzit is dat de eerste stap, als je dit beseft en als je kunt begrijpen dat dat klopt, is eigenlijk om te stoppen met boos te zijn op de mensen waarvan jij altijd dacht dat die de schuld waren aan jou. Verdriet en ellende en de situatie waar je in zit. Dat is dus niet zo. Jij hebt ervoor gekozen om in deze situatie te zijn, omdat je iets wil rechtzetten wat je in een eerder leven uit balans bracht. Dus de situatie waar je nu in zit, hoe moeilijk ook. Ja, ik zeg het nog een keer, harde noot om te kraken. Voor iedereen, voor ons allemaal. Ik heb hem al een tijdje geleden gekraakt. Is dat we dit zelf gecreëerd hebben. En op het moment dat we kunnen stoppen
met het beschuldigen van degene om ons heen en echt bij onszelf gaan en het daar gaan oplossen, dan dragen we gigantisch bij aan de wereldvrede en aan de liefde op de planeet, op moeder aarde en voor de mensheid. En ik denk dat dat onze allerbelangrijkste bijdrage kan zijn. En het zijn die stukjes vroegere levens die allemaal hun aandacht eisen. En sommige mensen hebben er veel. En wat ik al in een eerdere talk zei, van ik denk eigenlijk niet meer dat mensen narcist of psychopaat genoemd moeten worden. Maar het zijn dus mensen die allemaal ongeheelde stukken bij zich hebben. Het zijn ook geen demonen. En ik heb dus verhalen gelezen waarin bijvoorbeeld ook wat ik wilde zeggen over die oorlog. In een oorlogssituatie gaan heel veel mensen dood op een onverwacht moment. Kijk, als je doodgaat aan een ziekte zoals kanker of wat dan ook, kun je je voorbereiden. Kun je stappen nemen, kun je afscheid nemen, heb je het besef dat je doodgaat. En dat kun je, niet iedereen doet dat, maar je kunt voorbereid gaan. In een oorlog, en je, zeker niet als je heel jong bent, als je soldaat bent misschien, maar ook dan nog niet, denk ik. Maar als jij in een huis zit, in een schuilkelder en er valt een bom op en je bent plots dood en je bent bezig je kinderen te beschermen, ben je niet voorbereid. Sommigen waren dat misschien wel, maar als ze in concentratiekampen zaten of wat dan ook, omdat ze het om zich heen zagen. Maar ik denk dat in oorlogen ontzettend veel mensen zijn overleden op een moment dat ze totaal onvoorbereid uit het leven werden gerukt. Nou, gevolg daarvan is dat die ziel eigenlijk helemaal nog niet gelooft dat die dood is. Die is eigenlijk nog steeds bezig met dat oude stuk van de kinderen beschermen. Maar die is wel dood. En die komt dus terug in een volgend leven en brengt dat stuk wat niet af was toen die uit het leven werd gerukt, brengt dat mee. En projecteert dat op zijn huidige leven. En meestal is het zo dat dat stuk wat er was, ontwaakt op het moment dat de situatie alles in zich heeft die lijkt op de situatie van toen. Dus als jij toen een moeder was, in een schuilkelder, onder een huis, met 3 kinderen of 2 kinderen... en er viel een bom op het en jullie waren allemaal dood en je probeerde je kinderen nog te beschermen, dan is dat wat je meeneemt naar dit volgende leven. En dat gaat dan zijn werk doen op het moment dat je kinderen hebt. Dan wordt die beschermdrang wordt opeens wakker. En in feite is het zo, die stukken die je bij je draagt worden allemaal gewekt op het moment dat ze in een situatie, dat jij in een situatie komt die enigszins lijkt op dat van toen. En dat kan van alles zijn. En dan ga je vanuit dat stuk reageren. Niet meer vanuit wie je nu hier bent en met je vrije wil. Je vrije wil doet helemaal niet ter zake. Dat stuk eist en dwingt zijn aandacht en wil opgelost worden. En bepaalt, gaat jouw leven bepalen. En dat is wat we dus bij heel veel mensen zien. En je kunt je ook voorstellen dat bijvoorbeeld, en nu breng ik even dat, dus in die oorlogssituaties zijn zoveel mensen op die manier overleden. En als soldaat, als burger, noem maar op allerlei mogelijke manieren, in concentratiekampen, doodgeschoten als vergelding, noem het maar op, allerlei vreselijke manieren. En die ongeheelde delen zijn nu allemaal hier. Hè? Die mensen met die ongeheelde delen zijn allemaal hier. En dan komen ze soms in situaties terecht waarin ze tegenovergestelde situatie hebben gekozen dan waar ze toen in waren. Dus ze waren toen soldaat en hebben Joden vervolgd en komen nu in een Joods gezin. Of ze waren toen bij het Duitse leger, als ik het even over de Tweede Wereldoorlog heb. En nu kiezen ze voor het, zijn ze in een gezin in Amerika, waar ze bijvoorbeeld bij de geallieerden nu, bij de Amerikaanse leger of Canada. En steeds zulke soort tegenstellingen. Dat is niet altijd zo, maar heel vaak wel. En het is ook wel heel vaak dat je terugkomt in je eigen familielijn. Omdat je die voorouder
dat stuk wat jij doen was. Jij was dat, die mens, dat kind, die persoon. En je hebt dat meegebracht om het nu te helen. En dat, wat daaraan vastzit, is dat ook heel veel verwondingen te maken hebben met dit soort onverwerkte situaties. Dat dus een migraine het gevolg kan zijn van het feit dat jij als baby misschien wel bent vermoord. Misschien was je wel een baby in China, een meisje die ongewenst was en de schedel ingeslagen. Om maar iets te noemen, de meest vreselijke dingen natuurlijk. En zo zijn er allerlei situaties die allemaal terugverwijzen naar die vorige levens van jou. En je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat er in die levens ook dus uit die oorlogen vooral zijn er heel veel zielen die dus niet hebben begrepen dat ze overleden waren en die dus niet naar de andere kant zijn gegaan, die hier nog steeds rondhangen, die nog steeds op de plaatsen waar ze waren rondhangen, waar het gebeurd is, waar ze leefden. En wat deze zielen doen in hun wanhoop, is ze proberen een lift te krijgen. Ze proberen mee te liften met mensen, vaak uit dezelfde families of de omgeving, die een beetje met dezelfde dingen worstelen als zij toen. En de mensen die daarmee worstelen, je kunt hier dus meteen een verklaring vinden voor heel veel psychische aandoeningen. Het horen van stemmen. Want wat gebeurt er? Deze zielen, en er zijn er, Maarten heeft er erg veel ontmoet. Ik nog niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij heeft er erg veel ontmoet in zijn sessies. En ik geloof het helemaal. Want ik heb in de psychiatrie gewerkt. En wat ik daar heb gezien is eigenlijk dat wat hij heeft gezien met die zielen. Die dus niet zijn doorgegaan naar een volgend leven. Die hier zijn blijven hangen. En die dus zijn in iemands aura zijn gaan zitten. Auralifters. En die we vaak als negatief ervaren. Maar wat natuurlijk eigenlijk alleen maar heel erg veel compassie moet oproepen. En ik denk, als je last hebt van dingen die zo zijn, het horen van stemmen, het krijgen van opdrachten, het hebben van vreemde of niet onbegrijpelijke verlangens, verslavingen, zoek het daarin en vind een reïncarnatietherapeut of een regressietherapeut die je kan helpen om te kijken waar het vandaan komt. Zijn ervaring is ook dat mensen, als ze dit hebben los kunnen maken, bevrijd zijn en eindelijk kunnen worden wie ze werkelijk zouden horen te zijn in dit leven. En dat werkt natuurlijk via Maarten, maar het werkt ook via mijn meditaties. Je kunt teruggaan naar die levens. Enfin, er zijn heel veel wegen die naar het paradijs leiden. Ik kreeg voorstellen voor Venetië, maar ik geloof, en maar ook voor het paradijs. Ik denk dat het paradijs is als we bevrijd zijn van al die meelifters. En een ander stukje wat ik er nog over wil zeggen, over die oorlog. Situaties, dat mensen dus in dit leven waarin ze nu zijn en met die onverwerkte stukken bij zich, dat ze, als er een situatie ontstaat die een beetje lijkt op een oorlog, wat we de afgelopen 2 jaar zeker hebben gehad, het had er eigenlijk alles van, met allerlei dwangmaatregelen. Dus op een onbewust niveau begint dat die angst en die schrik en die ervaring die nog in de mensen zit, in ons allemaal, in de meeste van ons, die begint te trillen, die wordt geactiveerd. En wat gaan de mensen dan doen? Ze gaan een positie kiezen aan de hand van die ervaring van dat andere leven. Dus als iemand in een vorig leven, in een, er zijn allerlei posities, Maarten noemt ze allemaal op, hè. Er zijn posities van machthebbers. Dat zijn waarschijnlijk mensen die in een vorig leven helemaal overheerst zijn en dingen hebben moeten doen of hebben ondergaan en geleden onder mensen met macht, waardoor ze nu hebben besloten, ik ga nu zorgen dat ik zelf altijd de macht heb, zodat mij dat nooit meer kan overkomen. Dus de mensen die je op zulke posities ziet, hebben misschien wel zo'n soort achtergrond, los van de trauma's die ze uit hun families hebben, hè, die ik al eerder noemde. En dan de mensen die bijvoorbeeld in een vorige vergelijkbare situatie een foute keuze maakte, bijvoorbeeld in een oorlog. Gekozen om, omdat het er heel goed uitzag, mee te werken met wat later de vijand was. En die nu hebben besloten van, ik zal nooit meer met de vijand. Ik ga
complotdenkers, dat zijn de vijanden, want die hadden we toen in de oorlog ook. En daar ga ik nu niet meer mee. Ik zal altijd, ik blijf de overheid trouwen, want dat is het meest veilige. Kun je je voorstellen, met wat voor achtergrond, dat is allemaal onbewust, hè? Dat weten de mensen niet bewust, maar dat zijn hun drijfveren, waar ze helemaal geen macht over hebben. Het overkomt hen, het neemt hen over. En als je er zo naar kijkt, dan kun je zien dat de vrije wil maar een heel klein rolletje speelt bij deze mensen. Ze hebben geen keuze. Ze worden gedreven door hun oude stukken. Op het moment dat je dat weet, kun je eigenlijk niemand meer veroordelen en ook niemand beschuldigen van je familie. Of ik zal al die, het is alweer 35 minuten, dus ik ga stoppen, maar ik zal al die rollen in een volgende talk allemaal benoemen. Dan kun je het gaan zien. Maar kijk maar eens rond en denk maar eens, waarom zou iemand die bijvoorbeeld in een vorige situatie is besmet met iets ernstigs, bijvoorbeeld met lepra of met aids of noem maar op, en daaraan is overleden, die wil nu in dit leven alles aan doen om niet besmet te worden. Dus die zal al die regeltjes volgen, want die angst is weer geactiveerd. Dus als je dat allemaal kunt zien, dan kun je toch alleen maar compassie hebben en denken van, wat kunnen we doen om hen te helpen om die oude stukken op te lossen? Dan is dat onze opdracht. Hen helpen om die oude stukken op te lossen. Hen helpen door ten allereerste het te aanvaarden, te omarmen dat ze dat doen. Het niet af te wijzen, niet af te keuren, compassie te blijven hebben. En denken van, ze doen dit niet voor niks, ze doen dit omdat er iets is wat hen ertoe aanzet om dat te doen. En dat is begrijpelijk, want wij hebben ook zulke stukken in ons. Goed, het is dus een stevige oproep om te proberen, hoewel het heel erg voor de hand ligt, om mensen te veroordelen om dat niet te doen. Om in je liefde te blijven en om eigenlijk te gaan zien dat iedereen onschuldig is. Want iedereen die dingen doet die niet ergens niet helemaal juist zijn en die kant kiezen en die positie kiezen, dat zijn allemaal mensen die niet vrij zijn. Die geen vrije wil hebben. De vrije wil is ingenomen door die oude stukken. Dus, en daarom zijn ze onschuldig. Want alleen als je een vrije wil hebt en je handelt in volledig besef van je vrije wil, ben je aanklaagbaar. Ben je echt verantwoordelijk. En die zullen er misschien ook een paar zijn, maar veel minder dan wij denken. Goed, met deze woorden wil ik jullie een hele fijne weekend wensen. Ik denk dat deze morgen al online staat, op zaterdag denk ik. Misschien op zondag. Heb een fijn weekend. Geniet ervan. Kijk vanuit een andere blik naar de wereld en zie waarom mensen doen wat ze doen. En stuur dan liefde naar iedereen. Dat is het. En dan echte liefde en echt licht. Onvoorwaardelijk. Heb een fijne dag.